Schippers die naar de jachthaven van Almelo willen en zij die Almelo juist uit willen, zullen voorlopig nog wel even geduld moeten oefenen. De eilandbrug die de Kolthofsingel verbindt met de Aalderinksingel gaat voorlopig niet open. De vier pylons die de brugvloer verheffen zijn gekraakt door kouwen. Ze hebben bovenin hun nesten gebouwd. Normaliter wordt de brug elke week getest, maar vanwege de corona gebeurde het testen nu om de twee weken. En de kouwen, een beschermde soort, hebben hun kans schoon gezien om te gaan nestelen. Ze zijn gaan broeden en mogen dan niet verstoord worden. Vrijdag keek het gemeentepersoneel of er nog jonge vogels in de nesten waren. Dat bleek niet het geval, dus werd er dinsdag aanstalten gemaakt om de nesten na een eindcontrole te verwijderen. De brug zou dan weer gewoon normaal kunnen functioneren. De hoogwerker werd in stelling gebracht, maar de gemeentemedewerker daalde onverrichtere zaken af. Tot zijn verrassing hoorde hij boven in de pylons duidelijk gepiep van jonge vogels. Blijkbaar zijn de eieren in het weekend uitgekomen. En het duurt zeker 21 dagen voordat kouwtjes vliegvlug zijn. En dat is een tegenvaller voor de schippers in de jachthaven. Die popelen om het ruime sop te kiezen.